van harte welkom. Een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag een gast. En dat is Marcel Melissen. Marcel, van harte welkom. Wethouder Financiën van de gemeente Tiel. Een half jaar geleden zo'n beetje, toen net die coalitie gevormd was. Toen zei de oppositie van een onbetrouwbare wethouder. Er is laatst een stuk uitgekomen. Een persbericht van die totale oppositie. En nog steeds onbetrouwbaar. Hoe zit dat? Laat ik het zo zeggen. Ik heb gezegd dat ik de begroting sluitend zou maken. En dat heb ik gedaan. Dus dat is vrij betrouwbaar. Leg eens uit. Waarom is dat betrouwbaar? Ja, omdat je gewoon je woord nakomt, toch? Zo eenvoudig is het. We hebben het moeilijk in Tiel als het gaat om de financiën. Die begroting sluitend gekregen. Die is overigens ook unaniem door alle fracties uiteindelijk aangenomen. Ja. Hoe heb je die sluitend gekregen? Want waar zaten de problemen? Of zitten de problemen? Sluitend krijgen was toch wel serieus een groot probleem. Want daar hebben we eigenlijk ingrepen moeten doen die eigenlijk niet passen bij een begroting zoals die hoort. Leg uit. En laat ik zo zeggen, als je, wat ik daar even noem, kosten hebt die een aantal jaren doorlopen, moet je eigenlijk zorgen dat je daar inkomsten, dekking noemen wij dat dan, ook daar tegenover kan zetten. Dat netjes in de pas loopt. Maar wat wij hebben gedaan is een aantal van die structurele oplossingen gevonden, maar ook wel, laat me zeggen, eenmalig geld. Geld wat je maar één keer kan gebruiken. Toepassen om de begroting sluitend te krijgen. En dat is wel lastig voor een begroting. Ja, dus ergens een hap weghalen en in dat glas stoppen. En dat is eigenlijk niet wat je zou moeten doen. Maar gelet op onze financiële problemen ontkomen we er dus niet aan. En dat heb ik ook een half jaar geleden gezegd. We gaan de begroting 2019 sluitend maken. Maar de echte discussie om hem ook op meerjarenperspectief sluitend te krijgen, die moeten we wel in 2019 gaan voeren. Want we zullen fundamentele keuzes moeten maken. Eigenlijk doet Tiel het best wel goed als je die begroting bekijkt. Waren het niet dat we te maken hebben met die flinke tekorten op de jeugdzorg? Ja, die conclusie kun je eigenlijk wel trekken. Als je dat bedrag eraf zou halen, dan zouden we gewoon een sluitende begroting hebben. Dat klopt. En zelfs een sluitend meerjarenperspectief. Het feit dat het sociaal domein ons zoveel geld kost, heeft echt te maken met de problemen in het land. Ik heb dat wel eens hier eerder uitgelegd. Eigenlijk zou de regering eens moeten heroverwegen over de verdeling van het geld. Nou, het is ook al duidelijk dat er een probleem is, want vanuit het Rijk is er ook 1,2 of 1,3 miljoen euro richting Tiel gestort. Ja, klopt. We hebben een aanvraag gedaan voor bij het Fonds Tekortgemeenten. Dat is een eenmalig iets, hè? Moeten we goed realiseren. En er konden alle gemeentes met grote tekorten konden daar een beroep op doen. Nou ja, wij hebben daar een aanvraag voor ingediend. En we hebben daar uit die pot 1,3 miljoen gekregen. We hadden ongeveer 2,9 aangevraagd, zeg maar. En er hebben 88 gemeentes een aanvraag ingediend. Voor een bedrag van 488 miljoen tekort. Bijna een half miljard. Tekort, hè? Ja. En daarvan hebben de 77, uit mijn hoofd gezegd, een uitkering gekregen. En wij hebben dus de helft gekregen. En bijna iedereen heeft de helft gekregen. Sommigen waren zo ernstig dat die boven een bepaald drempelbedrag kwamen dat zij een volledig bedrag hebben gehad. Oké. Vraagt hij me even nog te binnen schiet. De precario-rechten, daar staat in de boeken voor 9 miljoen. Ja. Daar zijn allerlei rechtszaken over, maar het ziet er wel naar uit dat Tiel die uiteindelijk gaat krijgen. Dan zijn we natuurlijk in één klap als Tiel zijnde boven Jan. Nou, laat ik het zo formuleren. Als we het uiteindelijk krijgen, dan hebben we hiervan een groot deel van de problemen opgelost. En dan heb je in ieder geval de komende tijd weer wat vet op je bot. Maar je moet wel realiseren, op het moment dat je iedere keer 1, 2 of 3 miljoen tekort hebt op het sociaal domein, dan ben je zo door 9 miljoen heen, hè? Ja. Dus je staat nog steeds voor de fundamentele opgave om keuzes te gaan maken, echt keuzes. Eerst even terug naar die incidentele happen die ergens uitgehaald zijn om dat lek, zeg maar, te dichten. Waar is dat vandaan gehaald? Ja, noem er eens een paar. Nou, laat bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld niet gestort in de reserve van Agnietenhof. Dus dat geld zou je normaal gesproken in de reserve van Agnietenhof stoppen. Over hoeveel geld praat je dan? Uit mijn hoofd gezegd iets van 135.000 euro. Oké. Ja. Nou kan deze reserve dat hebben, want dat is bijna een miljoen. Dus dat is, maar dan kun je natuurlijk niet iets. Waar is die reserve voor bedoeld? Nou, die reserve is bedoeld voor, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar dat is dus voor uitgaven die de directeur mag doen tot 50.000 euro. En boven de 50.000 euro, dan gaat de gemeenteraad daar weer over beslissen. Maar dan komt het geld ook niet uit die pot. Mm-hmm. Dan komt het geld uit de algemene middelen. Dus maar die zorgreservepot, hè? Ja. Is dat de laatste jaren wel eens aangesproken? Die is wel aangesproken, maar niet in die mate dat
dat je daar zorgen over moet maken dat je 135.000 euro een keertje niet stort. Okay. Want dus, er zit een miljoen in. Er zat een miljoen in, ja. Nu 135.000 euro minder. Ja, klopt. Dat daar naartoe gaat. Ja, hij is eigenlijk langzaam gegroeid. Hè. Je ziet die pot groeien. Oké. Okay. Ja. Parkeerfonds, is daar iets mee gedaan? Parkeerfonds is op zich is een afboeking geweest van 400.000 euro. Ja. En dat heeft te maken met dat in de begroting eigenlijk stond, daar heb ik het over de vorige begrotingen, dat we een hogere opbrengst zouden verwachten, maar die opbrengst was er niet. Mm-hmm. Waar was dat op gebaseerd, dat die 4 ton er meer zou komen? Meer mensen natuurlijk? Meer mensen natuurlijk? Nou, dat weet ik niet. Nee. Die begroting is vooral gemaakt op, als je kijkt naar het cultuurkwartier, dat je dan, zou maar zeggen, verwachten dat als er een bioscoop zou zijn bijvoorbeeld, die is er dus niet, dat je dan ook opbrengsten, meer opbrengsten zou hebben. Mm-hmm. Maar als je kijkt door de jaren heen, dan zie je eigenlijk bij het hele parkeren, even los van of er wel of geen parkeergarage is, zie je dus dat de opbrengst ongeveer 1,3 miljoen euro is. Ja. Wat je ook ziet is dat door we kentekenparkeren hebben, dus dan je betaalt eigenlijk op tijd, de duur dat je er bent. De echte tijd. Dat heeft natuurlijk voor- en nadelen. Voordelen is dat de mensen gewoon betalen voor wat ze hebben. Mm-hmm. En je betaalt dus nooit eigenlijk te veel. Wat je wel ziet is dat het aantal transacties langzaam afneemt. En wat je dus ziet, dus langzaam gaat echt heel langzaam. Dus dat is eigenlijk het enige punt waar je eens naar moet gaan kijken. En dat komt ook. Hè. We gaan natuurlijk een evaluatie doen en dergelijke over dat hele. Een avondparkeren, ja. Dat zou natuurlijk ook meer geld in het laadje moeten brengen. En dan moet je natuurlijk ook met elkaar kijken of dat avondparkeren nu heeft gebracht wat je verwacht. Ja, is dat gebeurd? Is dat nee, daar zijn ze nu mee bezig. Oké. Okay. Ja. Doen ze een voorspelling? Doe ik niet. Waarom niet? Waarom zou ik? Ja, geen idee. Nee, doe ik niet. Kijk, het is ten eerste de portefeuille van wethouder Groen. Die mm-hmm. is daar druk mee bezig. Ik wil hem dus niet voor zijn voeten lopen. En het heeft geen zin om een voorspelling te doen voor iets wat je zorgvuldig wil uitzoeken. Nee, maar het zou kunnen zijn als die cijfers tegenvallen dat het avondparkeren weer verdwijnt. Ik denk dat we gewoon gaan afwachten wat het onderzoek oplevert, de evaluatie oplevert. En dat je dan met elkaar de vraagstukken gaat opstellen van waar willen we met elkaar een uitspraak over doen. Goed, je hebt alle zeilen bijgezet, gaf je al aan, om die begroting dekkend te krijgen. Ja. Dat is gelukt. Een voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld het geld vanuit de cultuurcluster. Ja. Zijn daar nog meer zaken voor gebruikt? Ja, ik kan nou even... Wat we hebben gedaan, dus, dat was ook een discussiepunt. Maar het is ook weer een ingewikkeld verhaal. Maar we gaan een Lingoncollege bouwen. Ja. En daar staat dan een bepaalde jaarlast ook weer in, dus die dekking. En daarvan hebben we een deel gebruikt als dekking voor de begroting van dit jaar. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we het geld pas aan het eind van het jaar nodig hebben. Dus een heel deel ga je nu niet gebruiken. Dus als je dus geld niet gebruikt, dan staat dat daar. Terwijl je het eigenlijk nu kan gebruiken om de begroting te dekken. Maar waarom heb je dat in eerste instantie dan niet gedaan? Omdat we zijn met dat proces bezig en dan gaat ergens beginnen. En we dachten dus dat we dit jaar veel eerder dat geld nodig zouden hebben. Maar we zijn nu volop bezig met dat project. Mm-hmm. En dan blijkt dat we dat wat later nodig hebben. Er verandert niks aan het budget, hè, want uiteindelijk aan het eind schuift dat stuk er weer in. Die begrotingsraad, hè, ja. We natuurlijk zitten bekijken. Ja. Dat gasloos bouwen van die school, mm-hmm. vond ik een beetje een vreemd verhaal. Want er was toch al een motie aangenomen om ervoor te zorgen van nou, als het kan, dan gaan we dat gasloos doen. Er was gedoe over. Leg dat eens uit hoe dat nou precies zat. Nou, eigenlijk, het is een beetje raar als er gedoe over zou zijn, want we gaan uiteindelijk die school gewoon gasloos bouwen. Ja, maar dat was toch al toegezegd? Maar dat begint als volgt. 26 september hebben we die vergadering over de school, het besluit. Ja. Want we moesten nog in de gemeenteraad de risico's en dergelijke allemaal uitleggen. Ja, en de centjes die ervan over precies, zijn. Dus dat is allemaal keurig gedaan. Mm. En toen kwam het verhaal van gasloos bouwen. Want wat we ook niet mogen vergeten is dat voor de verkiezingen is dat al een hele discussie geweest. Maar toen ging het nog niet eens meer over gasloos bouwen, toen ging het over de financiering. Ja. Maar bij deze discussie over de financiering kwam het gasloos bouwen erbij. Nou, daarvan was duidelijk dat 700.000 euro kostte en dat was dus bovenop het geld wat we beschikbaar hadden gesteld. Dus bovenop het budget. Het zou dus kostenverhogend werken. Hm. En daar was dus eigenlijk geen geld voor. En daar hadden we ook gezegd, dat kunnen we niet doen gelet op de financiële situatie, want dat geld is er niet. En dan komt het ingewikkelde, het is eigenlijk hetzelfde ingewikkelde verhaal van 26 september en tijdens de verkiezingen. Nou hebben de rekenrente hebben we verlaagd van 1,5 naar 1. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we spelregels hebben.
Dat is een besluit, besluitbegroting en verantwoording, zo heet dat. Mm-hmm. En er mag maar 0,5% verschil zitten tussen de marktrente en de rente die we zelf gemiddeld genomen hebben. Okay. En gemiddeld genomen hebben wij nu op dit moment een lagere rente dan 1. En dat betekent dus dat we naar 1 zouden moeten gaan. Dat is gewoon conform de begrotingsregels. Dus het is niet zo van nou, we maken hem even dicht door een 0,5% weg te halen. Dit was niet een soort, dit doe je niet om een begroting sluitend te krijgen of zo. Hè? Er was wel een beetje het geluid vanuit verschillende oppositiepartijen om te zeggen van ja, zo kan ik het ook. Dat moeten ze zelf weten, dat zeggen. Dat interesseert me eigenlijk helemaal niks. Waar het om gaat is dat als je uitgaat van die 1% en daar kwam Protiel dus ook mee. En Protiel heeft daarmee een punt. Ja, als u zakt van 0,5 naar 1, dan ontstaat er weer wat ruimte zonder dat het duurder wordt in de begroting. Want daar gaat het eigenlijk om. Nou, daar hebben we gewoon als college goed over nagedacht. En daar hebben we gezegd, ja, weet je, dat is ook gewoon waar. En dus als dat waar is, dan is die ruimte er. En laten we dan het voorstel doen om het te doen. Dus ja, ik zou zeggen, wees er blij mee. Ja. En als zodanig gaat dat ook opgenomen worden in het hele verhaal als het gaat om die school? Ja, ik moet daar natuurlijk wel een apart besluit voor vragen. Want 700.000 euro betekent nog wel het budget verhogen. Dat is natuurlijk wel zo. Mm-hmm. Maar goed, als je kijkt naar de hele omvang van die investering. En als je de argumenten op een rijtje zet van ja, als het nu kan, moet je die kans toch maar grijpen. Want als het straks zou moeten, hè, over 10 jaar of zo, moet je ook al dat geld wellicht uitgeven. Misschien nog wel meer. Dus als die ruimte er is, dan vind ik ook wel dat het verstandig is om het nu te doen. Maar die motie van 16 september, die riep op, wethouder, doe je best om het toch te realiseren. Door middel van subsidies en als je een voordeeltje hebt en weet ik het allemaal. Nou, daar ben ik volop mee bezig, want dat staat natuurlijk niet stil. En dat heb je gedaan. Daar ben ik mee bezig, want je subsidies, dat moet je onderzoeken, dat moet je uitzoeken, dat moet je aanvragen. Je moet kijken waar je het aan kan vragen. En datzelfde, we zijn ook bezig bijvoorbeeld om na te denken over de vraag, zou het op een andere manier kunnen financieren, dat gasloos bouwen? Door middel van een constructie dat het zichzelf terugverdient. Dus dat zijn allemaal dingen waar we mee bezig zijn. Maar het is 26 september, het is nu november. Dus dat zit een maand tussen. Ja. Ja. Als je dan verwacht van mij, en dat verwacht de oppositie dus blijkbaar in dit geval, dat ik van iedere stap die ik doe in de uitvoering, dan zou ik feitelijk de kans moeten hebben om in een vergadering uit te gaan leggen wat ik in de stuurgroepvergadering heb besproken met de scholen. Ja, dan is tijdverstekers kort. Ja, dat is toch wel een beetje waanzin. En bovendien is het echt je bent toch als raad in hoofdlijnen bezig. En als je op hoofdlijnen bezig bent, dan wil je toch niet weten wat een stuurgroepvergadering aan de orde is geweest. En bovendien, dat vond ik nog het meest vervelende, zoiets doe je dan in een commissie samenleving. Nou, die commissie was er niet in oktober. Ik was, oktober zeg ik toch goed? Ja, die was er niet in oktober. Mm-hmm. En de laatste keer zat ik voor de A15, voor de lobby, in de bestuurlijke adviesgroep bij de A2. Dan heb ik even een andere taak te doen en waren verder geen portefeuillepunten voor mij. Dus wanneer had je dan verwacht dat ik dan over een stuurgroepvergadering iets ga terugkoppelen naar de raad wat in hoofdlijnen zou moeten besturen? Oké, goed. Dat laten we even voor wat het is. Ja. Zo'n begrotingsraad, hè, dat is dan eigenlijk het jaarlijkse feestje van de fractieleiders. Hè, dat zegt men dan, hè, die kunnen een beschouwing geven. Dat gebeurt, want zo'n vergadering dat staat om 2 uur in de middag. Iedereen mag daar in 5 minuten of in 10 minuten tijd zijn babbeltje doen. Welk verhaal is jou nou het meeste bijgebleven? Dat vind ik een hele lastige vraag, want er zijn natuurlijk heel veel verhalen geweest. Maar eentje viel natuurlijk op vanwege de mammoet en het lampje. Ja. Ja, nou, die is me wel bijgebleven, ja. En waarom? Omdat de toonzetting, die vond ik teleurstellend. Wat was er teleurstellend aan? Bedoeld, nou, was het de visie van D66 in dit geval, Ton Zuidema? Dat klopt. Maar dan mag ik hem nog wel teleurstellend vinden. Ja, wat was er precies teleurstellend aan? Nou, omdat dat het verhaal eigenlijk was, er komt een grote mammoetanker aan, dat is dan de coalitie. En of het college, ik weet niet hoe ze het precies zien, maar ik beschouw het maar even als één. En dan zou er een lampje zijn, het was een zogenaamde klein bootje. En die zou dan overvaren worden door die mammoetanker. En aan het eind van het verhaal was dat kleine lampje de vuurtoren, waardoor de mammoetanker zou zinken. Nou, dat was het verhaal. Nou, aan het eind van die vergadering is de mammoetanker echt niet gezonken. Sterker nog, we zijn gewoon het lampje voorbij gevaren.
Nou, wat opvallend was natuurlijk is dat er, als je de vergadering beschouwt vanuit de televisiekant, er was best wel wat gedoe en geprikkel onderling. Dat werd ook beaamd uit het einde van de rit door de heer Zuidema, maar dat was met name bedoeld om te prikkelen. En jij hebt daar nog op gereageerd. Wat opviel was dat de vergadering was nog niet voorbij of er werd een persbericht verstuurd. Waarin onder andere stond onbetrouwbaar. Nou ja, men liet van het huidige college weinig over en ook de coalitiepartijen. Dat moet als heel vervelend ervaren zijn. Nou ja, na de vergadering wist ik niet eens dat die persbericht weg was. Dus, hij was al verstuurd, toen was de vergadering nog bezig. Ja, maar goed. Ja, jij wist dat niet? Maar nee, ik denk dat niemand van de coalitie dat wist. Mm-hmm. En het college wist in ieder geval ook niet. Volgens mij is zo'n beetje het hele college afgebrand in dat bericht. Ja, weet je, je kunt als politieke partij een aantal dingen doen. Je kunt zeggen, we hebben moeilijke taken en we moeten problemen op te lossen. En laten we nou eens aan de slag gaan met elkaar. En eens kijken hoe we die problemen samen kunnen oplossen. Dat kun je doen. Je kunt ook als politieke partij gaan zeggen, ja, we zijn zo teleurgesteld in alles en nog wat, dat we maar blijven mekkeren over dat het proces niet goed is, of dat we niet mee mogen doen, of wat dan ook. Dat is ook een keus. Mm-hmm. Ja, door zo'n persbericht en allerlei andere dingen te doen, heb ik het gevoel dat men kiest voor dat. Nou ja, jammer. Ik denk dat het veel handiger is om met elkaar op basis van de inhoud aan de slag te gaan. En dat is ook het rare van het verhaal. Ja, maar in die zin ben ik wel bang. Zegt wel ja, ik wil nog even dat mijn zin het samen willen doen. Ik wil even mijn zin afmaken. Mm-hmm. In die zin ben ik wel blij dat ze gelukkig wel zitting gaan nemen in die werkgroep van de bezuiniging, omdat het straks echt om fundamentele keuzes zou gaan. Ja, maar daar staat bij in hetzelfde bericht dat ze dat met weinig enthousiasme gaan doen. Ja. Nou, ik zou alleen maar enthousiasme met alle enthousiaste mensen in de club willen hebben, want er staat wel wat te gebeuren. Nou ja, ik heb zoiets van, jongens, voor mij staat de deur gewoon open. Laten we gewoon lekker samenwerken, laten we het nou echt proberen te doen. Mm-hmm. En als het voor hun moeilijk is of ze kunnen niet enthousiast genoeg worden en ze stappen eruit, is dat hun keus. Ja. Nou, het opvallende was dat men betegen werd van op de man spelen. Dat gebeurde eigenlijk ook, hè. Ben Brink die het voor zijn kiezen kreeg. In een verhaaltje van, goh, wat voor wethouder is dat nou als het over cultuur gaat. Ja. Einde van de rit gaf meneer Zuidema ook aan. Dat is zeker niet de bedoeling. Het is bedoeld om te prikkelen. Maar jij hebt daar zelf nog wel een antwoord op gegeven. Dat vond jij wel nodig. Klopt. Kijk, de politiek. Want jij zou boos zijn. Ja, dat vond hij. Mm-hmm. Kijk, oppositie mag stevig zijn. Dat is ook goed. Dat is prima. Als het maar op inhoud gaat, maar op het moment dat je... Dit ging ook over inhoud? Nou ja, dat vind ik op het moment dat je als politieke partij heel erg op een wethouder ingaat, dat het een vreemde wethouder is of hij is niet betrouwbaar, dan ben je aardig op de persoon bezig. Ja, klopt. Dan ben je niet met inhoud bezig. Mm-hmm. Als het nou gaat om de vraag, wat zullen we eens doen, die school, goh, waarom heeft dat nog niet eerder gedaan? Ja, dan kan ik dan uitleggen waarom we dat nu wel doen en niet eerder, want de gemeenteraad moet tenslotte ook nog besluiten dat het 1% is. Je zegt eigenlijk dat er van alles geïnsinueerd is. Nou ja, ik zeg helemaal niks. Ik zeg, die woorden die jij gebruikt, die zeg ik niet. Wat ik zeg is dat je op basis van inhoud, zeker bij zo'n begrotingsraad, moet het gaan over de thema's die de stad raken. Daar moet het over gaan. Mm-hmm. Wat is belangrijk? Oplossen van jeugd, hè, de jeugdtekort. Belangrijk is dat we in dit geval, wat de schone stad, dat die schoon wordt. We moeten ons zorgen maken over de leefstand van de winkels. Nou, dat is een ding, dat zijn allemaal inhoudelijke dingen, daar moet je discussie over voeren. Hoe los je dat op? Die veegwagen, kun je zeggen, ja, het is maar een veegwagen, maar die gaat er wel voor zorgen dat die stad schoon wordt. Nou, ja, maar men wilde in zijn totaliteit, de hele oppositie, dat niet hebben. Nee. En want er zou afgesproken zijn, of dat is afgesproken, dat er niks gedaan zou worden, geen investeringen. Nou ja, of is dat niet waar? Kijk, het woord afspraak vind ik ook wel zo bijzonder. We hebben perspectievennota gehad. Mm-hmm. Ik heb trouwens op die avond nog eens de hele notulen doorgelezen. Van A tot Z. Ik denk, waar staat die afspraak dan? Het staat helemaal geen afspraak. We hebben een perspectievennota en die perspectievennota staat. We schuiven dit op, omdat we op het moment van de perspectievennota hadden, ja, we hebben geen geld. Nee. We moeten eerst de begrotingssluitend maken. En moet je weten maar in datzelfde stuk van de perspectievennota staat, dat heb ik ook maar voor de aardigheid dus voorgelezen, omdat veel uit dat boekje werd er voorgelezen door de oppositie. Maar ze vergaten de belangrijkste passage voor te lezen. Die stond namelijk op bladzijde 20. En er stond in, we maken de begrotingssluitend en we gaan in ieder geval proberen geld te vinden voor de veegwagen
En dat andere. Nee, met makelaar. Oh ja, de stadsmakelaar. Nou, daar staat er keurig in. En dat is gelukt. Ja. Ja, wat mij opviel, dan moet je me corrigeren als het anders is. Die stadsmakelaar, men zei van er is 3 ton gevonden om ander voor nieuw beleid. Maar die stadsmakelaar wordt betaald uit het potje van de parkeergelden. Dat klopt. Oftewel, de schuif van het ene potje naar het andere. Dat is dus niet nieuw geld. Nee, dat is geen geschuif van geld. Nee, in het parkeerfonds zit gewoon geld. En dat geld... Ja, wordt dan gebruikt voor die stadsmakelaar. Ja, en dat heeft verder geen invloed dan op de begroting. Nee, dus van die... Het heeft alleen maar invloed op de hoogte van de reserve van de dus van die 3 ton, dat bedrag, dat klopt niet. Wat men zelf roept. Dat verriep in dat... Ja, project. Maar dat is, weet je, volgens mij moet je niet zo technisch gaan. Want wie interesseert het nou of het nou 3 ton is of 280.000 euro? Waar het om gaat is, we hebben een begroting van 120 miljoen. Misschien ook wel eens helder om dat te vertellen. Ja. 120 miljoen. Serieus geld. Ja, serieus geld. Daar staat... Dan komt er een begroting en dan komen voor 300.000 euro, het is trouwens 281.000 als iedereen zo graag wil weten, staan er plannen in. Mm-hmm. En dan gaat het over een starterslening, zodat mensen die voor het eerst aan de woningmarkt gaan of vanuit een huurhuis gaan, een huis zouden kunnen kopen, want dan gaan we ze helpen. Mm-hmm. Hartstikke belangrijk. Zeker. Waarom zou je daar een jaar mee wachten als je dat geld nu zou hebben? Waarom zou je de inwoners van Tiel dat niet gunnen? Ja. En zo zie ik dat dan. De veegwagen, ja, daar kan iedereen wat van vinden. Maar iedereen klaagt dat het vies is. Iedereen klaagt dat er onkruid in staat. En die veegwagen kan 2 dingen doen. Die kan onkruid weghalen en die kan vegen. En die kan vegen door de hele stad heen. Want er wordt wel eens vergeten dat die wagen ook ergens anders ingezet kan worden. Niet alleen hier in de binnenstad, maar ook bij de andere winkelcentra waar het vies is. En mensen willen ook dat de stad schoon wordt. En als we dan voor dit bedrag dat kunnen doen met de wetenschap... Want dat was toen nog de wetenschap, hè? Op 1 januari een nieuw afvalsysteem. Iedereen is bang voor de zwervende zakken. Hè? Iedereen kent die discussie. Nou ja, dan is het toch heel verstandig om daar een extra schoonmaken, zo'n veegwagen te hebben. Dat is gewoon verstandig. Zeker. Ja. Even weer terug. Ben je nou vriendjes of niet meer met D66? Ja, weet je, ik zie de politiek als volgt. Je hoeft geen vrienden te zijn om toch zaken te kunnen doen. Oké. Gaat dat ook voor de rest van de oppositie? Mevrouw Stolk van CDA, Inna Seuze van GroenLinks? Ja, maar ik ga niet een heel rijtje mensen aflopen. Wat om gaat is... Nee, maar het geeft wel aan dat sentiment onderling niet helemaal fantastisch is. Nee, ik nogmaals, politiek is ervoor om uiteindelijk om een stad te besturen. Daar is ook een gemeenteraad voor en een college van burgemeesters. Dat zegt elke partij. Ik ben nu even aan het woord, toch? Ja, maar ga je. Dus ik wil even uitleggen hoe ik het zie. En dat betekent dat er allerlei verschillende groeperingen in zo'n raad zitten. En die hebben allemaal verschillende opvattingen. De een doet het op die manier en de andere doet het op die andere manier. Maakt me niet uit op welke manier je iets doet. De essentie is dat je met elkaar uiteindelijk moet komen tot een wel afgewogen besluit. In belang van onze inwoners en de stad. Ja, en dat betekent voor mij niet dus dat je met iedereen vriendjes hoeft te zijn. Oké, en als ik het nou mag samenvatten. Einde van de rit is dat gebeurd. Want die begroting die is unaniem aangenomen. Ja. He, want je zou anders zeggen als er een hoop gedoe is van nou we stemmen tegen, dat is dus niet gebeurd. Ja. Hey, even naar de actualiteit, het is weliswaar niet jouw portefeuille, de AFRI, jonge, mogen we het zo zeggen, het invoeren van DIFTA dat het niet gaat lukken per 1-1-2019? Ja, dat, laat ik het zo zeggen, het is jammer. Wij hebben natuurlijk in de gemeenteraad is hier uitvoerig over gesproken. Er waren de nodige twijfels bij Tiel of ze het zouden kunnen halen, om allerlei redenen. Mm-hmm. Nou ja, daar werd zelfs apart nog over vergaderd. Ja hoor, nee, we gaan het halen. Wij hadden die twijfels al. Het enige wat ik erover kan zeggen is van ja, blijkbaar had Tiel toch gelijk. Maar dit gaat weer geld kosten. Dat hoop ik niet. Tiel wilde eruit blijven. Dat kostte 7 ton. Ja. Als je dat terug gaat brengen naar bedragen per maand... Dan praat je zomaar over 50.000, 60.000 euro per maand. Ik heb geen idee, want je zou ook kunnen redeneren. Maar dat, nogmaals, redeneren, want ik weet het niet. Nee. Is dat als de 7 ton werd ook ingegeven door het feit dat wij als enige dan iets niet zouden doen. En dan zouden al die bakken ergens op slag liggen of zo. Ja. Zou allemaal wel waar wezen. Maar je kan ook zeggen, goh, als het dan wat langer duurt, dan hoeft het dus ook minder geld extra te kosten. Ja. Sowieso kunnen redeneren. Ja, maar het is toch eigenlijk een bloody shame dat men het uiteindelijk niet redt. Daar moeten politieke verantwoordelijken voor zijn. Nou ja, ik denk dat het algemeen bestuur maar eens een goed gesprek moet gaan met het dagelijks bestuur.
Om te kijken wat is hier nou eigenlijk gebeurd. En ja, er zullen een paar mensen denk ik ook op een bepaalde manier moeten gaan uitleggen waarom het allemaal zo ingewikkeld is en waarom ze dat 2 maanden geleden niet wisten. Ja, goed. Ja. De bakel, er zijn mensen voor minder weggestuurd. Kunnen we dat zo zeggen? Dat soort uitspraken doe ik niet. Oké. Ja. Dat is te kort door de bocht? Nou ja, ik heb sowieso altijd moeite met dat er meteen allerlei mensen moeten worden weggestuurd. Ik denk dat het dus goed is om eerst even naar de inhoud te kijken. Van waarom is het nou uitgesteld? Wat is nou eigenlijk het probleem? Had er iets gedaan kunnen worden? Had er bijgestuurd kunnen worden? Die vragen moet je niet, daar moet je gewoon niet lichtvaardig over praten. Dan moet je gewoon eerst eens even goed op een rij zetten voordat je uiteindelijk daar een waardeoordeel aan hecht. Nou, dan gaan we dat proces hier eens afwachten. Ja. Tot slot, vind je het nog steeds leuk als wethouder financiën? Ik vind het hartstikke leuk. Nou, dat is mooi. Want we moeten gewoon hele grote problemen oplossen. En ja, weet je, aan het eind van de rit kan ik pas zeggen of dat gelukt is of niet. Want de problemen zijn best groot, maar dat is wel de uitdaging. Goed, nou dan gaan we jou daar succes bij wensen. Maak je dank voor het gesprek. Dankjewel. Ja. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.